dit nu is de nieuwe Corrado. Deze auto moet in het sportwagensegment zijn plaats veroveren. Hij komt niet in de plaats van de Sirocco. Dat zegt tenminste Volkswagen. Hij moet een eigen plek gaan veroveren in de sportwagenklasse. Hij heeft een top van 225 km per uur. Heeft geen turbo. Heeft daarentegen een G-lader. En die werd al in 1905 door de Franse technicus Creux ontwikkeld. Zo zie je maar weer dat alles wat oud is, tenslotte ook nu nog weer zeer modern kan zijn. Want Volkswagen bewijst het door de toepassing ervan in de Corrado. En die G-lader bevindt zich links voor in het motorcompartiment. Dit is de vinding die, zoals hier toegepast, de turbo doet vergeten. Het is een tweedelig huis van aluminium waarin een magnesiumspiraal in een excentrische baan draait. De spiraal zuigt lucht naar binnen die vervolgens door de beweging wordt samengeperst. Die geperste of gecomprimeerde lucht wordt aan het eind in de richting van de cilinders geperst. Als in de binnenste kamer het uitdrijven van de lucht begint, is dit in de buitenste kamer zo goed als voltooid. Doordat de verdringer met twee spiralen is uitgerust, aan elke zijde één, herhaalt deze cyclus zich viermaal per excentrische beweging van de verdringer. Op de grill staat nog eens duidelijk dat het om een G-lader gaat met een spiraalhoogte van 60 mm, vandaar G60. De Corrado is fraai gelijnd, maar toch ontkom je niet aan de vergelijking met de Sirocco. En vanuit deze hoek bezien is er nog wel een aantal andere auto's te bedenken dat er eveneens op lijkt. Net als aan de voorkant mist ook de achterkant zichtbare bumpers. De spoiler komt bij een snelheid van 120 km per uur automatisch naar buiten om de wegligging te verhogen. Pas bij een snelheid onder 20 km per uur zakt hij weer naar beneden. Maar ook met een knop onder het dashboard is dit technisch snufje te bedienen. De kofferruimte is voor een auto van deze afmeting redelijk. Opvallend detail is het opbergvak tussen de hoofdsteunen van de achterbank, waaruit de gevarendriehoek tevoorschijn komt. Als passagier heb je achterin de Corrado niet veel te melden, want ondanks de geringe lichaamslengte van uw presentator kost het toch de nodige moeite om een plaatsje te veroveren. Eenmaal gezeten ben je wel meteen de dokter, want de trommel voor de eerste hulp zit in de armleuning verstopt. Ingenieuze ruimtewinst, dat zeker. Het dashboard is overzichtelijk en alles zit erin en aan. Geen overdreven tierlantijnen, maar wel alles onder handbereik. En inderdaad, dit is nou eens een echt handschoenenkastje, want veel meer gaat er niet in. De sportstoelen voorin zorgen voor een goede zijdelingse steun en dat is geen overbodige luxe. Weinig luxe, of eigenlijk heel slordig, waren de open en bloot onder de auto doorlopende leidingen van onder andere de handrem. Niet echt goed opgelet toen deze de eindcontrole verliet. Slordig met hoofdletters derhalve. Rijdend voldoet de auto aan alle eisen die je aan een moderne wagen mag stellen. Op de Duitse autobaan haalden we moeiteloos en comfortabel een top van boven de 200 km, waarbij het voordeel van de G-lader goed tot zijn recht kwam. Want zonder de bekende schop in het achterwerk, zoals bij een turbomotor, bereikt de Corrado zijn hoge snelheid heel gelijkmatig. In Nederland zal de auto standaard uitgevoerd met ABS, vermoeden wij ongeveer 75.000 gulden gaan kosten. Maar vraag ons niet het verschil te willen bijpassen als het hoger uitkomt, want men is er in Duitsland nog niet over uitgerekend was die Holländer zahlen müssen. Zeker is wel dat het een pittige auto is en dat geldt dan ook.